Harrie Snijders, voorheen bekend als de woemeizer van Ex on the Beach, onthult in de DAY1-podcast een verrassende en gevoelige kant. Hij deelt openhartig zijn ervaring met een heftig auto-ongeluk, waarbij hij vorig jaar betrokken was. In gesprek met Jay-Jay Boske en Donny Roelvink vertelt Harrie over het incident. Vorig jaar ben ik betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Ze knalden met 100 km per uur achterop terwijl ik stilstond. Dat herinner ik me nog goed, het was op Black Friday. We waren onderweg naar een evenement van Chahid, legt hij uit. Ik stond stil, onderweg naar Amsterdam. Een oud vrouwtje naderde, had het niet gezien, en reed vol gas op mij in. Naast het emotionele trauma kampt Harrie met lichamelijke problemen als gevolg van het ongeluk. Ik heb nog steeds last van mijn nek, vanwege de whiplash, vertelt hij. Een jaar lang heb ik daarmee rondgelopen, met nektherapie. Bij boksen en fitnessen moet ik voorzichtig zijn, vooral met draaibewegingen en dergelijke. Hoewel Harrie zich eerder van een andere kant heeft laten zien in Special Forces VIPS, is dat avontuur helaas voorbij. Hoewel hij zelf niet opgaf, vroeg de staf hem om zijn band in te leveren. Een beslissing die hij niet volledig begreep. Fysiek en mentaal was ik nog sterk en ik wilde gewoon die laatste 2 dagen afmaken en de finish bereiken. Waarom ik mijn band moest inleveren, is nog steeds niet duidelijk voor me, maar ik respecteer de keuze van de staf als dat hun beslissing is.